daar, je kijkt naar een nieuwe aflevering van Lucasfilm Tour. Vandaag wil ik een nieuwe serie starten, Cradle of Egypt. Het enige wat ik aan commentaar ga doen in deze serie is de intro, outro en de uitleg van het spel die jullie deze aflevering te horen gaan krijgen. Feitelijk wil ik hier drie andere series mee introduceren. Drie spellen die dezelfde opzet hebben als deze. Namelijk het bouwen van een rijk die verwerkt is in de naam van het spel. Nu dus Cradle of Egypt. En de andere drie zijn Cradle of Persia, Cradle of Athena, Cradle of Rome. In totaal zijn er 80 afleveringen in deze series. Deze zullen met minimaal eens per week worden geüpload in een bepaalde cycle. Die is vooraf bepaald. In de volgorde waar ik de games zojuist genoemd heb, zullen ze om en om geüpload worden. Dus eerst de eerste van Egypt, daarna de eerste van Persia, vervolgens de eerste van Athena. En tot slot Rome. Dan komt van elk spel in dezelfde volgorde de tweede aflevering. Enzovoort enzovoort. Cradle of Persia en Cradle of Rome zijn in het Engels. Geen idee waarom, maar de Nederlandse taalinstelling is klaarblijkelijk niet beschikbaar. Echter, het moet volgens mij voor de meeste van jullie geen probleem zijn om het allemaal een beetje te volgen. Blauwe tegels waarop combinaties worden gemaakt, worden vernietigd. In Cradle of Persia zijn het volgens mij oranje stenen, maar dat maakt niet uit. Het is dezelfde intentie. Zijn alle tegels vernietigd, dan komt de scarabee in het veld. Dat is bij Cradle of Athena is dat een soort van diamant. En bij Cradle of Rome en Cradle of Persia hoef je helemaal geen object naar de bodem van het speelveld te brengen. Ja, hiermee heb ik het doel al verteld. Ja, om het level te voltooien moet je hem dus naar de bodem van het speelveld laten zakken. En door middel van objecten te verzamelen, objecten te verwisselen bedoel ik, verzamel je grondstoffen, voedsel en goud om je rijk te kunnen bouwen. In totaal zijn er 20 gebouwen of installaties te koop. Per gebouw dat je er koopt, komt een nieuw object vrij. Elk object heeft een andere waarde. Zo is de munt meer waard dan een ring. Als je een reeksje van 4 of 5 maakt, krijg je nog meer van de desbetreffende grondstof. Zie hier de nederzetting. Daarmee spelen we de voorraden vrij. Voedsel is nog niet beschikbaar en komt pas bij het kopen van het laatste gebouw in de eerste dynastie. Naast voedsel, grondstoffen en geld heb je nog een ander object, de bonus. De bonus helpt je om een level te voltooien. Door combinaties te maken laad je de bonus op. Is de bonus opgeladen, dan kan deze zijn unieke actie uitvoeren. Bijvoorbeeld een blauwe tegel of rood of hoe heet dat? Oranje als je Cradle of Persia speelt. Naar keuze vernietigen. Zodat er geen combinatie opgemaakt hoeft te worden om verder te komen. Er zijn verschillende speltactieken in deze games. Soms is het handig om gebouwen niet op volgorde te kopen. Als je denkt dat je de volgende paar levels zonder een bepaalde bonus kunt, dan kun je beter een gebouw waarmee je een voorraad vrij speelt eerder kopen. Of omdat je weet dat de ene voorraad meer oplevert dan de ander. Dan is het tactischer om een gebouw dat de voorraad ontgrendelt met de meeste waarde eerder te kopen dan het gebouw met de mindere voorraad. Een andere tactiek is het wachten met het laten zakken van het laatste paar tegels van de scarabee. Of bij het breken van de laatste tegels. Als de scarabee niet in het veld komt. Bij Persia en Rome. Omdat het combineren van grondstoffen in een level vaak meer oplevert dan de tijdbonus. Beide tactieken zul je mij al zien gebruiken in deze aflevering.
Thank you.
Thank you.
Goed, dat was het dan weer voor het eerste deel van een nieuwe serie. Abonneer, laat een comment achter en smash dat duimpje voor me. En uiteraard zie ik jullie woensdag gewoon weer. Peace!